Goedenavond allemaal. Dames en heren, van harte welkom in de Bali vanavond. Mijn naam is Rick Zeveke. Ik ben programmamaker hier bij de Bali, verantwoordelijk voor de onderwijsprogrammering. En u bevindt zich in een aflevering van de reeks Mijn idee voor onderwijs. Vanavond bij uitzondering veranderd naar Ons idee voor onderwijs. Maar daarover iets later meer. Wat ontzettend fijn dat jullie er allemaal zijn en dat we een uitverkochte zaal hebben. Wat mij ook meteen bij de opmerking brengt om even de mensen thuis die via de livestream te kijken te verwelkomen. Wat fijn dat jullie er ook zijn. Voordat we gaan praten over het idee van onderwijs van onze gastsprekers van vanavond, wil ik eerst even heel kort een beetje een indruk krijgen van wie we in de zaal hebben zitten. Dat is fijn. Wie hier is leraar? Kijk, volle bak. Wie is leraar in het PO? Het zijn er heel wat. In het VO? MBO? HBO? WO? Een dappere. WO-docent. Speciaal onderwijs? Zijn er schoolleiders aanwezig? Bestuurders? Schoolbestuurders? Geen schoolbestuurders, dat is jammer. Zijn er uitsluitend wetenschappers? Dus pedagogen, onderwijswetenschappers, psychologen? Nee. Journalisten? Politici? Eén. Soon to be politici af. Oké, dan hebben we een beetje indruk van wie we in de zaal hebben zitten. Wie gaat er staken vrijdag? Dat zijn zo goed als alle leraren, geloof ik. Bijna alle leraren. Wie krijgt er doorbetaald? Zo. Dat zijn er niet zoveel. We gaan vanavond praten over een nieuw idee voor onderwijs. En dat zal worden verteld door onze drie hoofdrolspelers van de avond. Ik introduceer ze maar heel kort, omdat ze zelf ook iets meer vertellen over wie ze zijn en wat ze doen en wat ze al hebben gedaan. We gaan zo meteen beginnen met een drieluik aan lezingen, korte lezingjes eigenlijk. Vervolgens heb ik een paar vragen om een beetje de ideeën die ze uiteenzetten misschien iets scherper te krijgen, al is het alleen maar voor mijn eigen begrip. Maar het is vooral de bedoeling dat jullie vragen gaan stellen en opmerkingen gaan maken, omdat ik, dat hebben we net al gezien, er is hier heel veel onderwijservaring en deskundigheid aanwezig. En we zijn vooral heel erg benieuwd naar jullie opmerkingen, vragen, aanmerkingen over datgene wat de heren hier zo meteen zullen gaan vertellen. Geldt overigens ook voor de mensen thuis. We hebben iemand aanwezig hier die de Twitter in de gaten houdt. Ik geloof onder de hashtag lerarencollectief. Kunnen er vragen worden gesteld online? Dus doe dat vooral. Nadat we de presentatie hebben gehad, kom ik naar de zaal toe voor vragen. Maar zal ik ook zeker even kijken of we enkele vragen kunnen ophalen via Twitterkanaal. Zodat we dat ook kunnen meenemen. Zover voor de huishoudelijke mededelingen. We gaan van start met de allereerste spreker van de drie. Mag ik een hartelijk applaus voor leraar in het PO hier in Amsterdam, Thijs Rovers. Ja, dankjewel Rick. Welkom allemaal hier in de zaal. Uitverkochte Bali. Dus, maakt het allemaal niet veel minder spannend, kan ik jullie vertellen. Ook welkom thuis, ook namens ons. En ook welkom voor de terugkijkers, want dit is ook terug te zien op de site van de Bali. Voor degenen die het vanavond niet kunnen kijken. Wij gaan het vandaag hebben over de slogan Leraar durft te claimen. Nut en de noodzaak van een nieuw lerarencollectief. Dat wordt gedaan door René Knijber, Jan van der Ven en mijzelf. En Rick zei het al, we gaan dat doen in drie blokken van een kwartier. In ieder geval dan zijn wij aan het praten. Mijn blok is nu al begonnen, dus er gaat al wat vanaf. Ik zal het voornamelijk hebben over het idee waarom wij het
het idee wat wij hebben, waarom ik denk en waarom wij denken dat dat ook echt gaat werken. Vanuit onze ervaringen, vanuit andere ervaringen. Daarna zal René het vooral gaan hebben over de noodzaak van een nieuw leraarcollectief. En Jan gaat het hebben over de collectieve autonomie. En ja, wat kunnen we nu eigenlijk dan gaan doen? Wat gaan we dan concreet van jullie vragen? En wat moeten we met z'n allen gaan doen? Even kort, even voorstellen. René Knijber, wiskundedocent in het voortgezet onderwijs. Daarnaast auteur van veel onderwijsboeken. Daar kom ik zo nog even kort op terug. Lid van de onderwijsraad. En Jan van der Ven, mijn buddy van PO in actie. Een van de twee wordt hij ook wel eens genoemd. Daarnaast is het ook gewoon een leerkracht. Groep 7 en 8 in Overloon. En nog heel even provinciale statenlid in Limburg. Mijn naam is Thijs Rovers. Ik geef inderdaad hier in Amsterdam les. Op de Leonardo da Vinci School, groep 6. En ook betrokken bij Meetup 020. En uiteraard tot voor kort ook woordvoerder en CAO-onderhandelaar bij PO in actie. Blijf vragen stellen op Twitter. Ik ken deze mannen ook via Twitter. Ben je nog niet aangemeld überhaupt op Twitter hier op de zaal? Ik ken iedereen volgens mij die hier zit van Twitter. Maar er zullen thuis vast mensen zijn die het nog niet hebben. Meld je alsjeblieft aan en stel vragen mee. Ik ga het in ieder geval hebben over ja, waar komen we vandaan en wat werkt. Leraar durft te claimen is de titel. Mijn titel is met je kop in de hoogte en je neus in de wind. Nou, voor de Amsterdammers onder ons of de mensen die van Ramse Shaffi houden, die zullen het waarschijnlijk kennen, deze twee termen. Alleen is dan de eerste term mens durft te leven. We hebben hiervoor gekozen omdat mijn onderdeel eigenlijk begint met durf en met lef en met uitspreken. En ik wil aan de hand van een aantal voorbeelden het proces schetsen dat wij hebben doorlopen, dat de voorbeelden die de voorbeelden hebben doorlopen en die we eigenlijk met ons lerarencollectief ook willen gaan doorlopen. En ja, wat is er makkelijker dan eerst starten met hetgeen waar je zelf heel dichtbij betrokken bent. PO in actie. We zijn begonnen met ons uit te spreken, Jan en ik, over het verschil in salarissen met het voortgezet onderwijs. Hebben daar medestanders voor gevonden op Facebook, zijn ons gaan verenigen. En op het moment dat wij 15.000 collega's hadden die eigenlijk hetzelfde vonden, zijn we op zoek gegaan naar samenwerking. Dus het uitspreken, daarna het verenigen en dan toen zijn we gaan samenwerken. En als eerste zie je hier het manifest. Dat manifest hebben we ondertekend samen met alle sociale partners, dus de traditionele vakbonden, de werkgeversorganisatie PO-raad. En we hebben gevraagd, zijn jullie het met ons eens dat er een eerlijk salaris moet komen in het primair onderwijs en dat er minder werkdruk moet komen in die klas? Nou, daar konden ze het niet mee oneens zijn, dus ze ondertekenen. Samenwerking gesloten. Dat tweede bord dat je ziet is een vrij hoog bedrag. Dat zijn het aantal ondertekeningen dat de vraag aan het publiek eigenlijk was, de maatschappij was, zijn jullie het met ons eens? En binnen drie weken hadden we 351.000 mensen in Nederland die het met ons eens waren. Dat heeft voor een bepaalde politieke druk gezorgd. En op 5 oktober, bij de grootste stakingsmanifestatie, eendaagse stakingsmanifestatie in Nederland ooit, kregen we ook te horen die dag ervoor dat er 500 miljoen was vrijgekomen, zou vrijkomen voor werkdrukvermindering. Nou, dat was niet het enige, want in het regeerakkoord stond ook 270 miljoen voor salaris. Verhogingen voor de leraren in het primair onderwijs. Die hadden we mooi te pakken, dat hadden we mooi geclaimd. Maar we waren er nog niet. Want dat was alleen maar een toezegging. En cynisch als wij zijn, wilden we er wel zeker van zijn dat die euro's ook in de klas terechtkwamen. Dus ze gingen ons wederom uitspreken van we willen wel aan die tafels gaan zitten waar het gaat gebeuren. Dat werd soms toegestaan. Hè, bij het werkdrukmiddelenakkoord kwamen we er zo bij, maar bij de CAO-onderhandelingen werden we een beetje op afstand gehouden. Ook daar zijn we het proces weer ingegaan van uitspreken, hey, wij willen aan die tafel, we hebben mede met jullie ervoor gezorgd dat die euro's er komen, dus nu moeten we ze ook eerlijk gaan verdelen. Dat werd genegeerd, we zijn weer gaan verenigen, we zijn een vakbond geworden en binnen drie dagen hadden we genoeg leden om gewoon een plek aan die CAO-tafel te claimen. Weer hetzelfde proces doorlopen. Nou, genoeg over ons. Een ander goed voorbeeld van hoe je je kan uitspreken en een plek kan gaan claimen is door een van de sprekers vandaag, René Knijber, die samen met Jelmer Evers het alternatief en Flip the System schreef. Boeken waarin ook gesproken wordt over de leraar aan het roer van onderwijsbeleid, dat door veel leraren gelezen is en waar ook echt daadwerkelijk wat mee gebeurd is. René zit, hoe lang nu René, hoeveel jaar? Ja, net alweer herkozen. In de Onderwijsraad, een onafhankelijk adviesorgaan voor de Kamer, voor OCW, als het gaat over onderwijsbeleid. Als enige leraar. Dus daar is hij inmiddels ingekomen. En dat is natuurlijk precies wat je zou willen. De leraar aan het roer van het onderwijsbeleid. We zijn niet de enige.
Het is natuurlijk leuk om onze eigen verhalen te vertellen, maar waar het eigenlijk om gaat is dat dit soort bewegingen door het hele land in heel veel sectoren van het onderwijs spelen. Er zijn veel meer grassroots organisaties, organisaties van leraren zelf, die zelf het hecht in eigen handen nemen en grote of kleine successen boeken, maar door zich te verenigen, zich uit te spreken en soms ook echt te gaan claimen. Het is niet beter of slechter, het is er en soms is het succesvol en we moeten dat eigenlijk nog veel meer succesvol gaan maken met z'n allen. Er zijn ook internationale voorbeelden. Vorige week spraken Jan en ik met Matthew Bolton van Citizens UK, een organisatie grassroots die al 17 jaar bestaat. Inmiddels met 1 miljoen aangesloten leden, mensen uit het veld, die bijvoorbeeld voor elkaar hebben gekregen om minimal living wage in de UK voor elkaar te krijgen. Dat was er nog niet, maar vanuit die grassroots organisatie, vanuit het uitspreken wat je wil, het verenigen en het claimen, kwamen zij tot het dwingen van de Britse overheid om zover te gaan. Een ander goed voorbeeld internationaal zijn de leerkrachten, leraren, docenten. Ik moet oppassen, ik heb alle geledingen hier zitten. Uit West Virginia en Amerika, die ook de straat op gingen. Die zich verzamelden, die zich verenigden, die zich uitspraken en die gingen claimen. Bij hen ging het ook om een beter salaris. En ook zij behaalden resultaat. Ze staken andere staten aan om ook te gaan staken. En ze haalden geld binnen voor zichzelf. En natuurlijk voor beter onderwijs. Want dat is denk ik waarom we hier allemaal zitten. Nou, en waarom het nou belangrijk is. Hè, wat nou die noodzaak is van zo'n lerarencollectief. Daarvoor geef ik graag het woord aan de volgende spreker. En dat is René Knijber. Dank je. Ja, ik zou hier nog wat over vertellen. Hè? Nee, dat is... Dan ga ik hier wel mee verder. Een van de dingen die we met het alternatief probeerden aan te kaarten, waarvan ik denk dat het gelukt is, is dat leraren te weinig betrokken worden bij het maken van onderwijsbeleid. Dit is het plaatje wat Edith Hoog had gemaakt over alle partijen die betrokken zijn bij het ontwikkelen van beleid. En in 2013 stelden we in het boek Het Alternatief de vraag: waar zijn leraren hier eigenlijk? Nou, die waren niet bepaald oververtegenwoordigd. Hè. De organisaties die Thijs net liet zien, die grassroots tot stand waren gekomen, die hielden zich daarmee bezig, maar ook niet heel erg nauw betrokken. Wat ons betreft was dat een probleem. En ik zou zeggen, een van de successen van het alternatief is geweest, als ik dat mag claimen, is dat op heel veel plekken inmiddels wel leraren terug te vinden zijn. Leraren zijn aan het werk in OCW. Leraren bij de onderwijsraad. Bij de curriculumontwikkeling zijn leraren betrokken. Je vindt leraren terug bij de inspectie. Dus je vindt overal leraren terug die meedenken over beleid. En ik denk dat dat belangrijk is. Dat wij een bepaald praktisch perspectief kunnen inbrengen om kwaliteit van beleid te verbeteren, wat anders niet zou kunnen. En wat er ook is gebeurd, is dat er een organisatie die van voor door de leraar zou zijn, ontmaskerd is als een organisatie die dat eigenlijk helemaal niet was. En inmiddels van de aardbodem is verdwenen. En daar kunnen we uiteraard van alles van vinden. We kunnen terugkijken op de geschiedenis en wat daar precies allemaal gebeurd is, hoe het allemaal anders had kunnen lopen. Maar laten we eerlijk zijn, een organisatie die van voor door de leraar zou moeten zijn en dat maar weigert te worden, daar zit uiteindelijk niemand op te wachten. Maar met het wegvallen van die organisatie is er tegelijkertijd ook een gat ontstaan in het beleidsmakerslandschap. Want waar zijn leraren nou eigenlijk echt vertegenwoordigd en gaan wij nou eigenlijk echt over ons vak? Dus de noodzaak, ondanks dat de onderwijscoöperatie mislukt is, is er nog steeds een grote noodzaak om wel zo'n organisatie te starten. Die ook echt van voor door de leraar is. Maar dan echt, zeggen we dan erachteraan. Maar het lastige vind ik, en ongetwijfeld zijn jullie dat met mij eens, is dat we te maken hebben met een hele verdeelde beroepsgroep. Neem nou bijvoorbeeld Jelmer. Dat is iemand die aan flipping de classroom doet en aan projectonderwijs en met computers allemaal. Nou, daar moet ik allemaal niks van hebben. Ik ben het daar zwaar mee oneens. Ik haat dat soort praktijken, laten we gewoon eerlijk zijn. Ja, ik kan dat helemaal niet hebben. Maar ik heb wel samen met hem een boek gemaakt over een lerarenvereniging. Over hoe wij moeten opkomen voor ons eigen vak. Dat heb ik gedaan. Dus in de eerste alinea adresseren we dat al. Dat we allebei totaal anders in het lesgeven staan. Maar we zijn het hier in ieder geval wel over eens. Leraren zouden moeten gaan over de kwaliteit van hun eigen vak.
En ik denk ook dat, dat er nog steeds een mogelijkheid ligt voor ons om dat te doen. Ik denk dat wij, ondanks al onze verschillen die er allemaal bestaan, of we nou leraar heten of leerkracht of docent of instructeur of wat dan ook, is dat er toch een gemeenschappelijke grond is. Dat we toch over bepaalde dingen best wel eens zouden kunnen zijn. En ik denk dat het hier zit, namelijk dat we eigenlijk een soort aanleiding hebben op dit moment, zoals er in 1961 ook was in Schotland, om een lerarenvereniging te starten. Want in 1961 waren er veel stakingen in het onderwijs. Leraren gingen de straat op, die vonden dat er te weinig leraren waren, er moest wat aan gebeuren. En dat er ook iets moest gebeuren aan alle onbevoegde docenten voor de klas. En toen hebben ze in 1965, is de oudste lerarenorganisatie ter wereld, hebben ze een lerarenorganisatie gemaakt. Nou, en als je de situatie, die houdt zich bezig met beroepsstandaarden en al dat soort dingen. Maar het mooie, denk ik, aan wat zij gedaan hebben, is dat je in Schotland, daar tref je echt een professionele cultuur aan onder leraren. Eentje die je bijvoorbeeld in Engeland, wat er gewoon naast ligt, niet zo sterk terugziet. Dus de professionaliteit is daar veel sterker ontwikkeld dan in Engeland, waar ze bijvoorbeeld helemaal geen lerarenorganisatie hebben. Dus ondanks de interessante parallellen uiteraard die er zijn, gaat het om één ding, namelijk dat we met z'n allen werk maken van de kwaliteit van onderwijs. En dat wij daar als leraren zelf onze verantwoordelijkheid voor nemen. Nou, hoe zou dat eruit zien wat mij betreft? Kijk, wat mij betreft gaat dat over wie heeft er nou wanneer toegang tot het beroep? Wanneer mag je nou eigenlijk voor de klas? Wat zijn nou de minimumstandaarden waar je aan zou moeten voldoen om voor de klas te mogen? Ja, dat noem je ook wel vanuit de Stichting Beroepseer, dat het gaat over beroepseer. Hè, dat je staat voor de kwaliteit van je eigen vak en ook voor de kwaliteit van onderwijs. Hè. Je moet gewoon aan een bepaalde minimumlat voldoen om voor de klas te mogen. Nou, en waar bestaat dat dan uit? Nou, dat bestaat uiteraard dan uit beroepsstandaarden en een ethische code. En het is natuurlijk heel frappant dat wij als leraren helemaal geen ethische code hebben. Ja, misschien op bestuursniveau hebben we wat staan, maar als leraren hebben we dat zelf niet. En waarom zouden diëtisten wel een ethische code moeten hebben? En hebben ze dat ook? Maar wij als leraren, terwijl we met kinderen werken, en sommigen met jongvolwassenen, maar dat de gezagsrelatie altijd asymmetrisch is, waarom zouden wij geen ethische code hebben? Dat zijn gewoon tekortkomingen en die schaden onze beroepseer. Eigenlijk zou je in feite daarom al niet kunnen spreken dat we professioneel zijn. We hebben dat gewoon. Wij missen dit soort component. En ik denk dat dat ook iets is waar je als leraren zelf over zou moeten gaan. Het is niet ongebruikelijk dat in andere landen een beroepsorganisatie gaat over de accreditatie van lerarenopleidingen bijvoorbeeld. Waarom hebben wij als leraren daar geen rol in Nederland? Waarom hebben wij daar niks over te zeggen? Waarom gaan andere mensen daarover? Waarom komen er allemaal mensen van de opleiding af waarbij we denken van ja, hebben die eigenlijk wel de juiste dingen geleerd? Nou, dat is een probleem. Wij gaan hier zelf niet over en het zou beter zijn als wij als leraren hier wel zelf over zouden gaan. En daarnaast denk ik dat je ook nog een belangrijke rol hebt. Alleen dat ligt dan wat ingewikkelder. Waarom? Omdat leraren ook gewoon werknemers zijn van een werkgever. Ja, we zijn allemaal in dienst en wij proberen de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. Samen met onze collega's, samen met de schoolleider, samen met ons bestuur, proberen we te komen tot een bepaalde kwaliteit van onderwijs binnen een bepaalde visie. En ik denk dat een lerarenorganisatie zich daar niet mee zou moeten willen bemoeien met wat daar precies in de school gebeurt. Niet voorschrijvend, niet zoals dat je zou zeggen, dit is waar je aan zou moeten voldoen op het moment dat je voor de klas mag staan. Maar je kan daar wel ondersteunend in zijn. Want schoolleiders en bestuurders hebben er allemaal vragen rondom. De professionele ontwikkeling van leraren bijvoorbeeld. En ik denk dat daar een belangrijk verschil zit. Ik denk dat je deze focus moet hebben. Je moet duidelijk zijn over waar je als beroepsorganisatie echt over gaat. En waar je misschien een ondersteunende functie in hebt. Heel anders dan hoe bijvoorbeeld het lerarenregister is ingericht in het verleden. Om het verboden woord maar eens te noemen. Dus
Wat je wil doen als beroepsvereniging is dat je beroepstrots wil etaleren. Je wil de goede voorbeelden, je wil de krachtige voorbeelden laten zien. Je wil laten zien op welke scholen het wel goed gaat. Wat doen die dan? Hoe gaat dat dan? Hoe werken die schoolleiders dan samen? Hoe werken collega's dan samen? Hoe pakken ze dat aan? Dat is iets wat je als beroepsorganisatie zou willen doen. Je wil ook dialoog voeden over wezenlijke kwesties. Bijvoorbeeld het kleuteronderwijs. Wil je daar toetsen? Niet, ja, het mag nou niet meer. Maar als er een beroepsorganisatie was geweest, had je daar een professionele dialoog over kunnen hebben met collega's. Had je dat kunnen organiseren? En dat was er nu niet. Ik vind dat een tekortkoming. En daarnaast zouden we ook bezig moeten zijn met het ontwikkelen van goede, niet verplichte nascholing. Hoogwaardige nascholing. Als je kijkt naar Schotland, die lerarenorganisatie heeft daar hele goede nascholing. Die is niet verplicht, maar als leraar voel je je wel een beetje raar als je daar niet aan meedoet. Omdat het gewoon zo goed is. En in Nederland hebben we heel veel bedrijven die zich bezighouden met nascholing. Maar laten we eerlijk zijn dat de kwaliteit regelmatig gewoon te wensen overlaat. Dus ook daar kunnen wij een rol in spelen als lerarenvereniging om daar een verbeteringen aan te brengen. En dan geef ik het woord over aan Jan. Jullie zijn er snel doorheen gaan, jongens. We kennen jou een beetje, Jan. Ja, dus ik mag lekker uitlopen. Dus ik ga er even goed voor zitten. Ik ga jullie ook wat even vertellen over de noodzaak. Waarom is het nou zo nodig dat we dit lont in het kruidvat gaan steken? En daarvoor heb je maar een half uurtje googlen nodig, een beetje knippen en plakken. En dan kom je op zaken uit waar we als beroepsgroep eigenlijk te weinig voor aan de lat hebben gestaan. Zoals bijvoorbeeld de discussie rondom de rekentoets, of het lerarenregister, of het voorstel van de commissie. Dit is curriculum.nu, allemaal dingen die van de afgelopen tijd zijn, de eindtoets en natuurlijk een van de grootste dingen die op dit moment speelt, het lerarentekort. Dat zijn zomaar een paar voorbeelden op het niveau van onderwijsbeleid, waar leraren te weinig, en in ieder geval niet gegroepeerd, een stem in hebben. En wij denken dat dat een stuk beter kan. Wij gaan voor die collectieve autonomie. Samen staan voor ons vak en ons onderwijs. En wij denken dat dat zo'n leraar als René en zo'n leraar als Jelmer, laten we ze heel even categoriseren in de radicale onderwijsvernieuwers tot aan de radicale traditionele. Als we dat die zouden allemaal verenigd moeten kunnen worden in zo'n beroepsvereniging. En alles wat daartussen zit, al die 90% wellicht van de beroepsgroep, die van beide wel een beetje heeft. En wij denken dat dat eigenlijk maar op één manier kan, om die vereniging tot stand te laten komen, om die verbinding tot stand te laten komen. En dat is door datgene wat René net heeft gezegd, eigenlijk het wat van ons beroep, wat houdt ons beroep in, maar ook hoe ziet ons beroep dan eruit in die klas, waar moeten we die kinderen bijbrengen in die leeftijd van 6 tot 9, van 9 tot 12 of van 12 tot 16 op VMBO of op de HAVO of weet ik veel wat, of in het MBO in verschillende beroepsopleidingen. Daar moeten we samen voor staan als beroepsgroep. En dat hoe en dat waarom, laten we daar elkaar alsjeblieft niet de tent mee uitvechten. En niet in die loopgraven zitten van hoe wij elkaar denken de maat te kunnen nemen op dat hoe en dat waarom. En wij denken dat dat hoe en waarom superbelangrijk is, maar doe dat alsjeblieft op de school of in je bestuur, samen met je leraren. En juist daarin zou de beroepsvereniging dan weer wel een rol kunnen hebben, om er als een soort van waakhond voor te waken dat hoe en dat waarom ook daadwerkelijk door leraren, in ieder geval niet zonder leraren, want natuurlijk ook schoolleiders horen erbij, onderwijsbestuurders, onderwijzend ondersteunend personeel, al die andere factoren die daar ook bij horen. Maar in ieder geval nooit zonder leraren. Wij staan aan de kern van dat vak namelijk. Hoe komen we daar dan bij dat lerarencollectief? Dat is allemaal heel erg leuk en aardig. Hoe dan? Gisteren journalisten van het Financieel Dagblad, die vroegen aan mij, ja leuk Jan, maar hoe schat je nou eigenlijk de kans in dat dit gaat lukken? Ik zei, nou, het is tot nu toe nog nooit gelukt. Dus vrij matig. Maar aan de andere kant ben ik ook wel ervan overtuigd dat de seinen nog nooit zo op groen hebben gestaan om met elkaar die verbinding te zoeken om dit voor elkaar te boksen, als dat nu is. Nadat de onderwijscoöperatie geklapt is, nadat PO in actie heeft laten zien dat op een hele gefocuste, duidelijke grassroots manier leraren echt wel te poren zijn om zich te verenigen. En daarom dachten wij van ja, als we het nu niet doen, wie gaat het dan wel doen? En als wij het nu niet doen, gebeurt het dan ooit nog?
En daarom willen we ook jullie een soort van toekomstplaatje neerzetten. En verwacht daar geen wonderen van. Want het is geen uitgekristalliseerd plan. Het is ook geen plan waarmee we straks de deur uitlopen met het idee van... hey, dat is geregeld. Vanaf morgen hebben we een lerarencollectief. Maar wij willen een stip op de horizon zetten. En die stip op de horizon, die is wat ons betreft allereerst 1 januari 2020. Als we daar nou eens voor gaan. Als we daar nou eens voor gaan om op dat moment die beroepsvereniging... die zich concentreert op datgene wat René net heeft uit de doeken heeft gedaan... op dat wat en die ervoor zorgt dat dat hoe en waarom fantastisch... en goed door leraren op scholen door alle sectoren heen kan worden ingevuld... dan denk ik dat we een heel eind zijn. En als we dat nou eens heel laagdrempelig doen, dat iedereen er lid van kan worden. Als we dat nou eens doen voor de georganiseerde leraar en de ongeorganiseerde leraar. De onderwijscoöperatie, een van de grootste valkuilen in die hele opzet was, dat je als ongeorganiseerde leraar, en die zijn er nogal wat, en daar bedoel ik mee leraren die niet lid zijn van een vakbond of die niet lid zijn van een vakvereniging, geen lid kon worden. Dat je je niet kon aansluiten, dat je niet kon meespreken. Waarom was dat? Wij hebben geen idee. Wij willen dat iedereen daar toegang tot heeft. Uiteindelijk zouden wij ook willen zien dat dit niet een concurrent is van de bestaande polder. Ze mogen best een beetje zenuwachtig van ons worden, vinden we geen enkel probleem. Maar het moet ook vooral bestaan naast de vakbonden die er op dit moment al zijn. En vooral dan ook naast die vakbonden die ook werk maken van inspraak en vertegenwoordiging. En die ook werk maken van het betrekken van hun achterban bij datgene waarmee ze bezig zijn. Er bestaat een goed voorbeeld, en dat voorbeeld wordt al regelmatig genoemd, VNVN. Dat is een beroepsvereniging in de zorg. Op dit moment zitten die op ongeveer 100.000 leden. En die hebben een hele duidelijke, strakke missie. Google dadelijk mee even als je je telefoon pakt op VNVN. Daar staat de missie kort omschreven. En ik denk dat dat een missie kan zijn die ook een beroepsvereniging voor leraren voor ogen zou kunnen hebben. En dan kun je fantastisch naast elkaar bestaan, in plaats van dat je elkaar de tent hoeft uit te vechten in die polder. Die onderwijsinhoudelijke focus door juist die achterban, die laagdrempelig aangesloten, ongeorganiseerde en georganiseerde achterban, al die leraren te informeren, te betrekken en te peilen. Met gebruik van de moderne en sociale media. Moderne en digitale media. Ik las laatst een stukje over een nieuwe app in Engeland die je op dit moment gebruikt wordt. De Teacher Tab. Waarbij je als er iets speelt, je daar een soort van poll uitzet. 2,5 uur later heb je met 2.500 respondenten heb je een beetje een idee van hoe valt dit eigenlijk bij de achterban. Als ze dat nou eens hadden gedaan bij een lerarenregister. Als ze dat nou eens hadden gedaan bij een rekentoets of bij welke onderwijsbeleids... valkuil die ik net in die koppen heb laten zien. Iets wat wij ook bij PO in actie veelvuldig gebruikt hebben en nog steeds op PO in actie vaak wordt gebruikt. Heel even die pijlstok erin van, hey jongens, hoe kijken jullie rijk tegenaan? Dit wordt besloten of dit staat op de rol. Wat vinden jullie? En dan kun je veel beter gaan kijken hoe dat gaat vallen. Een beroepsvereniging zou ook moeten vertegenwoordigen. Je zou je vertegenwoordigd moeten voelen door die beroepsvereniging. En een beroepsvereniging kan, als die goed georganiseerd is, ook zelf gaan agenderen. Uiteindelijk hebben wij als doel dat die beroepsvereniging een vertegenwoordigend orgaan zou kunnen krijgen als een lerarenraad. Een lerarenraad waar leraren uit verschillende sectoren, de PO, VO en MBO, als die allemaal ervoor voelen om zich hierbij aan te sluiten. Stel dat het zich concentreert bij slechts PO en VO, of dadelijk misschien alleen maar PO. Want Thijs en ik geven niet zomaar op, dat weten jullie. We hopen dat de rest ook mee wil gaan doen. Die lerarenraad die bestaat wat ons betreft uit al die sectoren die daar die meedoen. En dat zijn afgevaardigden vanuit die sectoren die het vertegenwoordigend orgaan zullen zijn van die beroepsvereniging. Goed. Dit is verre toekomstmuziek. En wij denken dan dat het dan ook van, voor en door leraren zou kunnen zijn, maar dan echt. En dan niet als reclameslogan of als een teaser of wat dan ook, waar je later mee om je oren wordt geslagen omdat je het niet gedaan hebt, maar gewoon vanaf het begin af aan van, voor en door leraren. Dat staat er niet morgen en ook niet volgende week en ook niet volgende maand. Maar wij willen het wel zelf gaan doen. En we hebben er ook een paar voorwaarden voor. Want we gaan dat niet zomaar doen. Mijn vriendin die zei, Jan, veel plezier vanavond. Ben je een beetje zenuwachtig voor? Ik zei, nee, eigenlijk helemaal niet. Hoezo niet? Ben je niet bang voor een teleurstelling of wat dan ook? Ik zei, ik ben helemaal niet bang voor een teleurstelling. Want als het niks is,
dan wordt het niks. Wij gaan niet aan een dood paard lopen trekken. Dat kan ik je nu al van tevoren voorspellen. Drie voorwaarden voor ons. Het moet een vruchtbare bodem hebben, het idee wat we uit gaan stippelen. En de manier waarop we daar naartoe gaan komen. Het is een idee wat nog heel veel invulling vereist. En dat komt omdat wij die invulling niet zelf willen geven, maar omdat we die invulling samen met leraren willen doen. In plaats van dat we hier nu een uitgekoud plan zouden neerleggen, waarop je dan ja of nee zou kunnen zeggen. We willen draagvlak hebben. En daar gaan we ook een concrete call to action dadelijk aan verbinden. Een call to action die op 1 juni een soort drempel legt voor ons. Waarvan wij zeggen, dat moet het zijn. Minstens. En anders gaan we het niet doen. Zo'n call to action en zo'n draagvlak helpt ons ook als beroepsgroep. Om richting bijvoorbeeld politiek sterk te maken van, hey, dit willen wij gaan doen. We zijn met zoveel. En daarom gaan we dat ook doen. En als laatste, wij moeten tijd en ondersteuning kunnen gaan krijgen om dit goed in te richten. En naar mijn informatie willen ze daar in Den Haag best wel aan meewerken. Als het iets is wat door veel leraren gedragen kan worden. We willen daar met een aantal informateurs naartoe gaan werken. En die informateurs zijn dan geen leuke ex-ministers van onderwijs of bestuurders van afgeschoten onderwijscoöperaties of wat dan ook. Nee, dat zijn gewoon leraren. Gewoon collega-leraren zoals we hier nu ook onder elkaar zitten. Leraren uit die drie deelnemende sectoren als ze alle drie mee willen doen. Het zijn de wegbereiders die in de maanden, nou, pak een beet van 1 augustus tot 1 januari aan de slag gaan om die beroepsvereniging voor elkaar te gaan boksen. Om te kijken van wat is daar allemaal voor nodig om op 1 januari te kunnen beginnen. Dat stukje van de informateurs komt velen van jullie waarschijnlijk wel bekend voor als je het een beetje hebt gevolgd. Want dat was ook iets wat Renoy Kan heeft geopperd. Alleen minister Slob zei op dat moment van ja, weet je wat, ik ga helemaal niks meer doen. Het is aan de beroepsgroep zelf. Alles wat ik doe valt in verkeerde aarde. Dus ik ga ook geen informateurs aanwijzen. Ze moeten het zelf maar doen. Nou ja, wij gaan het zelf doen. Tenminste, als die call to action... En nou mag je je telefoon pakken. Ja. Als die call to action gaat lukken, namelijk door op www.lerarencollectief.nl door je aan te melden. Met aanmelden zeg je eigenlijk niks meer als ik wil dit wel een kans geven. Ik zie dit wel zitten dat we gaan verkennen of het mogelijk is om op 1 januari 2020 daar te komen. Waar Thijs, René en Jan het net over gehad hebben. En wij gaan het niet met z'n drieën doen. Wij willen het samen met jullie gaan doen. 10.000 leraren voor 1 juni. En dan gaan we het doen. Nou, als het er 9.500 zijn, willen we er best even over nadenken. Maar als het er een stuk minder zijn, dan is het kansloos wat ons betreft. Dus we gaan het ook alleen doen als die 10.000 er op 1 juni, als die er zijn. En ik denk dat als die er zijn... En we kunnen met een groep van informateurs aan de slag. Per deelnemende sector 3. Stel dat er dadelijk 9 zijn. Met 9 collega's. En we kunnen aan de slag om het geraamte neer te zetten voor die beroepsvereniging. Die van ons is. Die echt van voor en door leraar is. Ja, dan zijn wij ervan overtuigd dat de leraar eindelijk weer een stuk meer van zijn vak terug kan claimen. Dus gaan we het zelf doen. Dat is eigenlijk niet per se aan ons, maar dat is vooral aan jullie. Je mag alvast, want we willen al een keer we willen straks op het einde van de avond al heel even kijken van hoe het valt. Niet alleen bij jullie, maar ook bij die 12 mensen die via de livestream aan het meekijken zijn. 12.000, sorry. Die via de Kahoot. Jullie kennen het allemaal waarschijnlijk, want je zit zelf ook in het onderwijs. Via de Kahoot, op het eind van de avond, willen we alvast een soort van pijlstok erin zetten. Om te kijken van oké, hoe valt dit? Is hier vertrouwen in? Is hier enthousiasme over? En als dat zeer matig is, ja, dan trekken wij ook onze conclusie. Maar wij gaan ervan uit dat we dit samen gaan doen. Zou je die Kahoot even kunnen laten zien? Dan weet je alvast, ook als je thuis zit mee te kijken, welke pin je dadelijk nodig hebt.
als je naar de website www.kahoot.it gaat en je vult deze in. Kijk, Agnette is er al. Je mag daar je eigen naam invullen, natuurlijk een andere naam ook. Want het kan wat ons betreft heel anoniem. En dan gaan we kijken op het eind van deze avond wat het eerste gevoel is. En met dat eerste gevoel trekken wij morgen vroeg onze conclusie. Dank Jan. Heren, kom lekker aan tafel zitten. Dank voor de eerste bijdrage alvast. Misschien kunnen we deze even laten staan. Vind je dat goed? Dan kunnen we het een beetje in de gaten houden namelijk. Ook voor de mensen thuis, je kunt dus gewoon inloggen op kahoot.it met de code. Wat ik net nog overigens vergeten ben te vragen, mag ik nog één keer de handen omhoog van alle leraren in de zaal? Alle leraren in de zaal? En wie is er lid van een vakbond? De meeste leraren wel. Dat is ook goed om te weten. Ik heb, zoals aangekondigd aan het begin, een paar vragen voorbereid voor de heren. Al is het alleen maar voor mijn eigen begrip. Jongens, ik ga jullie proberen om... Ik snap dat de ideeën nog niet volledig zijn uitgekristalliseerd. Maar misschien toch om de omschrijving van een mogelijk beroepscollectief vereniging iets scherper te maken. Ook om uiteindelijk tot de mensen hier in de zaal, de mensen thuis en de mensen die tot 1 juni zich hun enthousiasme kunnen aangeven op leraarcollectief.nl over te halen. Eerste vraag misschien aan Jan en Thijs en René, vul vooral aan als jullie aan willen vullen. Een van de dingen die ik me afvroeg in voorbereiding op deze avond is... jullie stellen dat de beroepsgroep als geheel best verdeeld is. En dat mocht er een beroepsvereniging komen, dan moet die eigenlijk apolitiek worden zijn. Omdat dan het een grote paraplu kan zijn waarbinnen alle leraren zouden kunnen verenigen. De beroepsvereniging zou moeten gaan over het wat van onderwijs. Is het niet zo dat het wat van onderwijs bij uitstek heel erg politiek is? En dat dat een spanningsveld oplevert voor bestaansrecht van zo'n vereniging? Ja, ik denk dat vooral dat hoe en dat waarom, dat veel ingewikkelder ligt. En daarom hebben wij ook het idee om dat gewoon op die scholen te laten en op bestuursniveau te laten. En dat wil niet zeggen dat dat hoe en waarom geen enkele plek kan vinden in bijvoorbeeld, als ik René net hoorde, over scholing, nascholing. Natuurlijk ga je dadelijk de takken bedienen die je binnen je beroepsgroep binnen hebt. Maar dat wil niet zeggen dat je op dat hoe en dat waarom, op die eigenlijk, en je noemt het politiek, qua onderwijs zou ik het meer ook op ideologie willen betrekken. Daar gaan we niet uitkomen samen. Dat is wel iets wat we de afgelopen tijd geleerd hebben. Dus dat moeten we ook helemaal niet gaan proberen. En op het moment dat je het wel gaat proberen, dan ben je al meteen een enorm groot deel van de beroepsgroep kwijt. Hey, ik snap heel goed hoe jullie het ook uitlegden. De ultra-conservatieve docent René Knijbar versus de... Ik maak een grapje, René. Nee, nee. Versus de ultra-progressieve docent Jelmer. Die alsnog een aantal boeken zelfs hebben geschreven. En het heel erg eens kunnen zijn over minimale professionele standaarden bijvoorbeeld. Mm-hmm. Alleen, voor mijn begrip. Stel, er bestaat een beroepscollectief. Er bestaat een beroepsvereniging. Die als formele gesprekspartner optreedt. En het gaat over, met betrekking tot bijvoorbeeld de vernieuwing van het curriculum. Wat worden de nieuwe burgerschapsdoelen? Maar je moet niet. Kijk, je denkt er te ingewikkeld over. Het is zo ingewikkeld is het niet. Kijk, je hebt heel veel professies waarbij de beroepsgroep zelf gaat over wanneer heb je nou toegang tot dit vak en wanneer niet.
En nou doen we net alsof het onmogelijk zou zijn voor leraren om daar iets over af te spreken. Terwijl op dit moment hebben we daar uiteraard al iets over. Alleen leraren hebben daar zelf niks over te zeggen. Dus, nee, ik snap dat er een verschil zit en tussen... En het is altijd politiek, uiteraard. Hè? En er zullen altijd meningsverschillen over zijn, natuurlijk. Hè? Maar dat is juist de kunst dat je daar uitkomt. Ik denk dat het belangrijk is dat je een platform gaat creëren waar je in ieder geval die dialoog met elkaar aangaat. En dat je zorgt voor inspraak vooraf. En niet een opgelegd beleid waar we misschien een klein groepje leraren hebben. Want er zijn, ik heb veel gesprekken gevoerd de afgelopen dagen over curriculum.nu. Dat is een traject dat al jaren loopt, waar ook echt wel leraren bij aangehaakt zijn. Maar een veel groter deel van de leraren is dat niet. En dat vind ik echt zonde. Ik denk, als je het wil gaan hebben over curriculumvernieuwing, kun je veel beter aan de voorkant met elkaar in de dialoog gaan opzoeken, dan dat we dat gaan doen nadat het beleid over ons wordt uitgespreid en dat 90% niet weet waar het over gaat. Dus ik denk dat je veel meer gebruik moet gaan maken van pijlen, met elkaar in dialoog gaan. En tussentijds steeds, voordat je de volgende stap gaat zetten, zijn we het hier grosso modo over eens. Dat we het altijd over alles eens gaan worden, ik denk dat niemand dat verlangt. Maar is het dan, en nogmaals voor mijn begrip, is het dan een informerende, adviserende rol die je dan hebt als collectief? Als in, kijk, we hebben een groot bereik en hieruit blijkt dat... de meeste van de leraren die in die vereniging zitten met betrekking tot een specifiek onderwerp, met betrekking tot het curriculum, dit vinden. Wij adviseren dit om er zo mee om te gaan. Of krijg je ook een formele rol, bijvoorbeeld door een plek in de CER te krijgen of iets dergelijks, doordat je ook daadwerkelijk over... Nee, zoals Jan het net schetste, dat is hoe wij het voor ogen zien. Adviseren. Dus je wil binnen zo'n beroeps... vereniging of het lerarencollectief wil je een vertegenwoordigend orgaan hebben. Dat is een lerarenraad. Dat is gewoon een adviserend orgaan. Dat bestaat uit leraren uit alle sectoren, vanuit alle windrichtingen. Van of je nou christelijk bent of islamitisch of atheïstisch of dat je nou op een vernieuwende school werkt. Je wil eigenlijk van al die hoeken wil je daar leraren in hebben zitten. En die gaan uiteraard adviseren over wat de beroepsstandaarden zijn. Die gaan adviseren over hoe de ethische code eruit zou moeten zien. Dat ga je eens in de zoveel tijd ga je dat herijken. Maar die doen dat uiteraard niet zonder te peilen bij alle leden van de beroepsvereniging hoe zij ernaar kijken. Want anders ben je geen vertegenwoordigend orgaan. Ja, ja. En ook een laatste ding, want ik wil, je steekt nou heel erg op het curriculum in, hè, maar dat is maar één van de facetten. Maar wat je als beroepsvereniging ten aanzien van dat kerncurriculum wel zou kunnen doen, is als beroepsvereniging kijken, oké, is dat kerncurriculum wat we nu sectorbreed of sectoroverstijgend aan het ontwikkelen zijn, gaat dat niet al te ver in op dat hoe en waarom? En is dat ideologisch niet al een stap te ver? En moeten we daar niet wellicht een stap in terug? Kijk, en dat zou je als beroepsvereniging wel kunnen doen. Omdat wij denken, dat daar de beroepsgroep ook het meest mee gediend is. Dat die ideologische uitwerking van die kerndoelen, van het kerncurriculum, vooral zou moeten plaatsvinden op die scholen. En dat zal op een vernieuwende Montessori-school in Eindhoven op een hele andere manier gedaan worden dan op een hele traditionele school in de Achterhoek of waar dan ook. Door op scholen na te denken over het hoe en het waarom, kan zo'n beroepsvereniging geïnformeerd worden over uiteindelijk curriculumvernieuwing of andere mogelijke beroepsprofessionele praktijken. Alles wat je op sectorniveau met elkaar gaat afspreken, alle beleidskeuzes die daar worden gemaakt, die moeten we zo kaal, zo minimalistisch mogelijk maken. Omdat die uitrol op die scholen en in die besturen plaats hoort en niet op sectoraal niveau. Want daar gaan we niet uitkomen samen. Oké. Een andere vraag waar ik mee zat was, kan je datgene wat jullie willen loskoppelen van misschien wat meer traditioneel vakbondsdomein, de arbeidsvoorwaarden? En zo ja, hoe kan dat? Ik denk dat we de afgelopen jaren ook hebben gezien dat dat absoluut niet kan. Als je kijkt naar de onderwijscoöperatie en dat we daar echt steek hebben laten vallen. Ik denk als prof de poldersteek heeft laten vallen. Ik zie het niet als uitgesloten dat we over een... Ik zie ineens al iedereen kijken.
dat we over een tiental jaar dat bij elkaar kunnen brengen. Maar ik vind de tijd zelf daar echt nog niet rijp genoeg voor. Ik denk dat er heel veel te doen is op het arbeidsvoorwaardelijke deel in het onderwijs. En dat er heel veel te doen is als het gaat over onderwijsinhoud en over onderwijsbeleid. Ik zie dat momenteel nog niet erg goed gaan zijn. Ik zou dat heel fijn vinden als we dat voorlopig even kunnen scheiden van elkaar. Dat er geen politiek in het spel gaat komen, maar dat de leraar zelf even aan het woord is op dit moment. Maar dus op het moment dat je voor minder werkdruk en een beter salaris actie voert, zoals PNO in actie natuurlijk heeft geïnitieerd, dat valt dan ook te... Ik zou me kunnen voorstellen dat dat eigenlijk ook wel gekoppeld blijft aan onderwijsinhoudelijke vraagstukken. Dus je zal ook een manier moeten gaan vinden om je te verhouden tot vakbonden. Ja, maar dat leer je ook van andere landen. Hè? Ja. Dat als een lerarenorganisatie sterk is, dan hebben ze een goede relatie en een goede steun met vakbonden. Hè, dat moet er zijn. Anders sta je namelijk heel geïsoleerd en ben je een stuk zwakker ten opzichte van de overheid. En waar je naar op zoek moet, is dat je juist op de juiste manier weet te verhouden richting overheid, richting vakbonden, maar ook richting schoolbesturen. En een van de lessen van de onderwijscoöperatie is als je daar niet goed over nadenkt, dan loopt het vanzelf mis. Dus juist een goed nadenken over waar een lerarenorganisatie wel en niet over gaat. Hè, en hoe je je verhoudt. Je gaat er niet over de arbeidsvoorwaarden en over werkdruk en al dat soort dingen. Maar je moet je wel op een of andere manier ten opzichte daarvan verhouden. Hè, als je dat op een goede manier weet te doen, dan kun je sterk staan als lerarenorganisatie. Ja. Ja, en kijk, ten aanzien van de vakbonden, het is niet dat we pleiten voor een superharde knip tussen onderwijsinhoud, onderwijsbeleid aan de ene kant en arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden aan de andere kant. Wij pakken die ene poot en de vakbonden doen de rest. Dat is helemaal niet waar we voor pleiten. Maar wij denken wel dat we als brede beroepsvereniging, laagdrempelig, met georganiseerde en ongeorganiseerde leraren, dat we meerwaarde kunnen bieden, met name op dat gebied van onderwijsinhoud, onderwijsbeleid. En ik denk dat een sterke vakbond, zoals die er nu ook zijn, dat die zich ook tot dat domein nog steeds kunnen verhouden. En dat we elkaar daar alleen maar op kunnen aanvullen en op kunnen aanjagen. En op gebied van bijvoorbeeld het aangaan van cao's of wat dan ook. Ja, daar heeft een beroepsvereniging bijvoorbeeld helemaal niks mee van doen. Mm-hmm. En daar zou je een informatiefunctie in kunnen aannemen, om het zo maar te zeggen. Dat zou een functie kunnen zijn die je aanneemt. Maar wat René zegt, als je goed afspreekt hoe die rollen zijn en hoe zich dat tot elkaar verhoudt, hoeft dat elkaar helemaal niet te bijten. Snap ik het dan ook goed dat je misschien zelfs wel de vakbonden mogelijk ook wat werk uit de handen kan nemen? Of het makkelijker kan maken of ondersteunend kan werken als sterke partner? Ja, weet je, kijk, neem heel even als voorbeeld bijvoorbeeld, want dat weten we, hebben we allemaal gewoon heel duidelijk voor ogen hoe het lerarenregister op een gegeven moment toch behoorlijk fout liep. Er was een informatiefunctie en eigenlijk een informatieplicht vanuit de onderwijscoöperatie naar de lidorganisaties om de leraren daarbij te betrekken. En we kunnen wel volgens mij met z'n allen redelijk goed vaststellen dat tenminste heel slecht is gebeurd. Wij denken dat wij die rol als beroepsvereniging, dat we daar een flinke aanjager in kunnen zijn. En wellicht ook gewoon daar door samen op te trekken met vakbonden, dat we hen ook beter in staat kunnen brengen om die informatieplicht veel beter tot uiting te laten komen. Want dat is wel hetgeen waar het de hele tijd op stuk loopt. Thijs noemde net ook al de grote onbekendheid met curriculum.nu. Dat is wel hetgeen waar het straks wellicht weer op stuk loopt. Los van al het harde werk wat al die leraren die er wel keihard mee aan het werk zijn, er iedere dag of iedere week of iedere maand instoppen. En zo zijn er tal van voorbeelden waar de informatievoorziening van de informatieplicht gewoon echt belabberd is. En wij zien niet dat vanzelf goed gaat komen. Dus moeten we dat zelf gaan doen. Daar kan een beroepsvereniging een belangrijke rol spelen. Ik wil graag het vraaggesprek openen naar de zaal toe. Dat werkt heel simpel. Als u een vraag heeft, steekt u even uw arm omhoog. Dan kom ik naar u toe. En de spelregels zijn, vertel even wie u bent, wat uw naam is en wat uw vraag is en aan wie. Wie
wil graag het spits afbijten. En niet allemaal. Ja. Deze hier. Meneer. Ik ben Baltus. Ik ben leraar in Amsterdam. En ik heb voor het panel een vraag. Want een leraar is pas een leraar als hij ook leerlingen heeft. De stem van de leerling. Hoe verhoudt u zich ten opzichte van het lerarencollectief? Ja. Komt die in het verhaal? Ja. Als ik kijk naar het Schotse voorbeeld, hè, dan zie je dat bijvoorbeeld in de, volgens mij in de raad van advies van die lerarenorganisaties, hè, daar zitten ook leerlingen in. Hè, dus daar zitten allerlei partijen in die ook te maken hebben met onderwijs, hè, want dat is natuurlijk een maatschappelijk goed. Maar leerlingen hebben daar ook iets belangrijks te zeggen. Ja, dus zo zou ik dat ook voor mij zien. Ik weet niet hoe jullie daarnaar kijken, maar volgens mij... Ik vind het bij uitstek een onderwerp waar je met elkaar over in dialoog zou gaan. Ik vind, Jan zei het gelukkig al, we gaan hier niet naar buiten met een vaststaand plan en dat jullie het allemaal weten of dat wij jullie antwoorden gaan geven. De vraag is of we draagvlak kunnen creëren om daar met elkaar over in dialoog te gaan. Dat is natuurlijk een goed punt dat je inbrengt. Laten we het daarover hebben. Ik heb daar wel een idee over, maar ik denk niet dat dat leidend moet zijn voor de hele beroepsgroep. Volgende vraag, hiervoor. Ja, Femke Vleeshouwer en eigenlijk een vraag aan het hele panel. Op het moment dat een beroepsgroep er is, gaan die dan ook over de aantal leerlingen in een klas? Zou je daar met de hele beroepsgroep een poll over kunnen maken om je daardoor harder te kunnen maken ten opzichte van de politiek? Want nu krijg je bij 28 leerlingen 1 leerkrachtensalaris uitbetaald, terwijl dat het heel fijn zou zijn als dat naar beneden zou gaan, waardoor eigenlijk alles vergemakkelijkt. Maar is dat iets wat door de beroepsgroep bewerkstelligd kan worden? Ja, ik denk dat zoiets echt wel onder het kopje arbeidsomstandigheden valt. En dat dat dus allereerst ook vooral ook bij de vakbond ligt. Maar ik denk dat je als beroepsvereniging uiteindelijk ook je eigen agenda bepaalt. Dus als dat iets is wat de beroepsvereniging wil agenderen, ik noemde dat puntje net ook al, dat je als beroepsvereniging ook zelf kan agenderen. Als dat iets is wat je wilt agenderen, dan ga je daar als beroepsvereniging over. En dan agendeer je dat. Ja, hoe is dat dan in bijvoorbeeld Schotland? Wat voor effect heeft dat dan gehad op het uiteindelijke veranderen van het onderwijs? Nou, ik denk dat het agenderen een heel belangrijk punt is. Want zo kun je alles veranderen natuurlijk. Zolang jij genoeg politieke druk opbouwt, zolang je genoeg massa creëert en genoeg eenheid en focus aanbrengt in wat je vertelt in richting de wetgever bijvoorbeeld. Als je het hebt over klasgrootte, speelt daar meer dan alleen maar de cao-tafel een rol. Alles kun je veranderen als je daar met z'n allen over eens bent. Maar dat moet eerst gebeuren, want anders blijft het versnipperd en roepen we allemaal iets. En daar moeten we eerst over met elkaar in gesprek. Dus ik denk dat je het agenderen belangrijk bent, dat verenigen en dat uitspreken, dat gaat daaraan vooraf. Is het ook zo, René, en dan kom ik bij de volgende vraag, dat in Schotland, want dat weet ik niet, de kwaliteit van onderwijs ook, zeg maar, internationaal gezien hoog is? Los van het feit dat we een discussie kunnen hebben over wat kwaliteit van onderwijs is, maar... Ja, over het algemeen staat die kwaliteit hoog aangeschreven. Er is recent wel een curriculumherziening geweest waar de meningen zeer over verdeeld zijn. Ja, dus ik durfde mijn hand momenteel niet voor te steken. Het is toch niet ideaal? Oké. Okay. Volgende vraag. Ik ben Marjolein Held. Ik ben docent in het MBO. Tevens voorzitter van de BVMBO, dat is de beroepsvereniging in het MBO. Mijn vraag gaat eigenlijk over de verenigingen die er op dit moment al zijn. Wij zijn er als beroepsvereniging, maar er zijn nog talrijke andere vakverenigingen van voor en door leraren. Mijn vraag zit, hoe gaan we die met elkaar verbinden? Jullie benoemen heel mooi VNVN als goede voorbeeld. Nou ben ik toevallig ook verpleegkundige, dus ik ken de VNVN heel goed. Maar ik weet ook dat de geschiedenis daar is dat zij ontstaan zijn uit een verzameling van verenigingen. Dus alle, er was een oncologieverpleegkundige, van alles. En die zijn uiteindelijk tot één grote beroepsvereniging samengevoegd.
Zit jullie idee daar ook in? Of gaan jullie helemaal opnieuw opbouwen met blanco, nou ja, de informateurs? Nou ja, en we gaan iets nieuws doen. Dus daar zit mijn vraag. En ook wel het spanningsveld, denk ik. Ja, ik denk dat ik de vraag beter even terug kan leggen. Hoe kijkt de BVMBO daar tegenaan? Nou, wij hebben ervaren in de afgelopen jaren dat het heel vreselijk is als je als leraar en je zet je in voor juist dat, dat goede onderwijs, kwaliteit van onderwijs, en je mag uiteindelijk niet meedoen. Hè. In het geval van de onderwijscoöperatie hebben wij altijd buitenspel gestaan. En hadden wij zoiets van, ja, wij zijn toch van voor en door de leraar, waarom mogen we niet meedoen? En ja, dan denk ik, laten we daar goed de verbindingen zoeken. Ja, even daarop inhaken. Die hadden een minimum aantal leden van 4000 voordat je mee mocht praten. Hè? We hebben geen minimum aantal leden voordat je mee mag praten. Het is echt een uitgestoken hand naar iedereen. En of dat straks die nieuwe beroepsvereniging, of die ook de subverenigingen binnen zich kan hebben, dat staat helemaal niet, wat ons betreft, vast. Of dat nou wel kan of niet kan. Dat is iets wat we met elkaar moeten gaan ontdekken. Of dat die verenigingen die er zijn, of die daar überhaupt meerwaarde in zien. Of die dat zelf zouden willen. En onder welke voorwaarden dat gebeurt. En of we op die manier van die hele potpourri een eenheid kunnen smeden. En ja, dat is iets wat we dus zullen moeten gaan ontdekken. Volgende vraag. Ja, Jan-Willem Hengeveld, een vraag voor Jan. Je noemde veel voorbeelden waarbij de leraar onvoldoende aan het roer heeft gestaan bij het begin. Zoals de rekentoets, het register, het curriculum. Al die voorbeelden hebben natuurlijk alles te maken met politieke besluitvorming. Het komt vaak uit het regeerakkoord of de politiek heeft er een bepaalde besluit over gemaakt. Hoe zie je de verhouding tussen jullie, tussen ons straks als beroepsvereniging en de politiek? Dat is een hele goeie, want ik denk dat wat dat betreft, dat je even de analogie gebruiken die ik met eten net. Ik denk dat wij op dit moment als leraren nu vaak als speelbal gebruikt worden in dat onderwijskrachtenveld. En als we daar een eind aan willen maken, en die speelbal zijn we onder andere ook van politiek. Politiek is een van die spelers in dat onderwijskrachtenveld. En de leraar is geen speler in dat onderwijskrachtenveld. En als wij in plaats van bal ook speler willen worden, dan zullen we ons moeten gaan manifesteren als speler, in plaats van dat we die bal blijven. En als dat niet lukt, als wij ons niet als die beroepsvereniging samen kunnen gaan pakken, dan zullen ook in het volgende regeerakkoord besluiten worden genomen of beleidskeuzes staan waar we allemaal mee te maken krijgen, maar waar we door onze verdeeldheid niet samen een vuist tegen kunnen maken of iets tegen kunnen doen. Dus alleen al voor die reden om daar gezamenlijk iets over te kunnen vinden. We winnen nooit allemaal hetzelfde, maar dat we in ieder geval in de gezamenlijkheid het erover hebben. En kijken van hoe denken we hierover en wat zijn de meningen daarover? Zullen we ons moeten verenigen? Anders dan blijven we altijd de bal in plaats van dat we ooit een speler worden. Mooi. Dank je. Volgende wij ook. Ja, allereerst dank jullie wel voor het initiatief. Mijn naam is Maarten Willems uit Speciaal Onderwijs en daar komt mijn vraag ook vandaan. Ik hoor jullie PO, VO en MBO noemen, maar niet SO, het Speciaal Onderwijs. Hè? En zien jullie dat wel als een echte sector die ook vertegenwoordigd moet worden? Dat is mijn eerste vraag. Ja. Ja, volgens mij valt SO ook nog steeds onder PO. Ja. Zo bekijken wij het in ieder geval altijd wel. Ook met PO in actie hebben we gezegd, daar zit het SO en het SVO bij in. En daar komt inderdaad de volgende vraag. Want dat is vooral, qua COO hebben we het dan over. Hè? Maar een beroepsvereniging is volgens mij meer dan arbeidstechnische voorwaarden. En juist vakinhoudelijk. En als ik een eerste slachtoffer zou willen aanwijzen van het onderwijscrisis, dan is het speciaal onderwijs. Want je wil niet een leraar met alleen een bekwaamheid, maar je wil een leraar die ergens ook specifiek voor is geschoold. Is het een visuele beperking, auditief, of is het gedragsproblematisch met autisme? Dan heb je echt een specifieke leraar nodig. En op dit moment ben je al blij als het een leraar is met een bevoegdheid. Dus dat is wel een sector, laat ik het zo eerst noemen, die echt vertegenwoordigd moet worden op dit moment. Ja, wij zijn dus aan het proberen om nu verbinding te brengen. Hè? En om verbinding te brengen tussen die sectoren
die we voorstaan, PO, VO en MBO. En wat Thijs zegt, als wij het hebben over PO, dan heb je het ook over SO. Want SO valt gewoon onder PO. Voor ons is dat zo kraakhelder als het maar zijn kan. En dan op voorhand nu al te zeggen dat we als we verbinding gaan zoeken, daar iets gaan uithalen om dat extra speciaal te maken of omdat daar extra focus op moet liggen. Ik denk dat dat een brug te ver is voor nu. Laten we eerst eens proberen om samen te komen, om tot elkaar te komen. En als dat lukt, kunnen we daarna gaan kijken van oké, waar wringt de schoen het meest? Helder, volgende vraag. Ja, mijn naam is Anne Veenstra, docent Nederlands in het VO, hier in Amsterdam. En het gaat nu, heet het, over samenwerken. En wat een beetje niet genoemd wordt, volgens mij, is het aspect van kwaliteitsbewaking. Wat ik wel heel interessant vind. En ik begrijp dat de register daar een verboden woord is. Maar hoe dan wel? Ja. René? Nou ja, kijk, mij lijkt dat als je een beroepsvereniging van leraren hebt, hè, van alle leraren, dat daar ook een soort toezichtshoudende functie in zit. Ja, omdat je moet kijken wie is er nou eigenlijk verantwoordelijk voor het... of wie mag er het vak uitoefenen en wie niet. En dat klinkt al heel erg als een register, want daar moet je dat dan in vastleggen. Maar ja, zover willen wij nu niet gaan dat we zeggen dat er een register moet komen. Maar dat lijkt me wel de functie, een van de belangrijkste bestaansredenen voor een beroepsorganisatie is die toezichtshoudende functie. Wie mag er wel voor de klas, wie mag er niet voor de klas? En als je dat niet doet, dan heeft het eigenlijk zo'n hele beroepsorganisatie ook niet heel veel zin. Maar het probleem van de afgelopen jaren in de discussies is, een van de problemen is dat lerarenregister, dat daar de hele tijd om gedraaid heeft. En dat moet eigenlijk een eindpunt zijn in een discussie. Als een beroepsvereniging daar geen behoefte aan heeft, dat niet wil, dan moeten we het ook gewoon niet gaan doen. Want ook daar is de draagvlakdiscussie echt uitermate belabberd in gevoerd. Daarnaast, als je dan toch even aankaart, wat nu heel vaak is gebeurd rondom het lerarenregister, is dat het een of andere stok om te slaan is geweest om leraren te laten professionaliseren. En wat René al terecht aankaart, het zou eigenlijk, als het al ooit een optie zou zijn om iets dergelijks met elkaar als beroepsvereniging in te gaan richten, dan is het niet die stok om te slaan zodat wij blijven professionaliseren, maar dan is het de manier om ons eigen beroep te beschermen. Want zoals je het nu misschien om je heen ziet, tenminste wij zien dat wel in het primair onderwijs, is dat de tekorten zo hoog oplopen dat we de lat met z'n allen steeds lager aan het leggen zijn. Dat er studenten voor de klas staan, dat er stagiaires voor de klas staan. Wat zeg je? Platsoenmedewerkers komen straks voor de klas. Nee, maar we zijn wel met elkaar de lat langzaam aan het verlagen. En wat dat doet met ons beroep en met de staats- en het imago van het beroep en met de kwaliteit van ons beroep nu en in de toekomst, ja, daar maken we ons volgens mij allemaal wat zorgen over. Ja. Er zijn nog heel veel vingers. We hebben nog tijd. Er is ook nog tijd voor Twitter. Jullie. Ik ben ook wel benieuwd naar mensen thuis. Zeker. Volgende vraag. Hi, Kimon Moerbeek, Kennisland. Als teller van meerdere generaties Amsterdamse leraren heb ik een enorme fascinatie eigenlijk voor dat. Ja, dat, ik weet niet of ik het slachtofferschap moet noemen, of jij noemt het de bal, ze willen zijn, of je ondergeschikt maken aan. Wat maakt nou in de psychologie of de vorming of de cultuur van leraren dat het tot nu toe dan niet gelukt is om die speler te worden in plaats van die bal te zijn? Het is misschien iets Freudiaans, misschien vind ik jammer dat mijn ouder en mijn moeder zo was of zo. Maar ik heb daar echt een fascinatie voor. Ja. Wat is dat nou en hoe gaan jullie... Hoe gaan jullie dat losmaken in leraren, dat ze die speler gaan worden? Wat gaan jullie daarin doen? Ja, ik heb er wel theorieën over. maar we gaan natuurlijk uit van de vakbond als onze belangenbehartiger in dit landschap. Dat zou de vertegenwoordiger van de leerkracht moeten, van de leraar, docent moeten zijn in dit veld. Ik denk, kijk, als je naar de opbouw van de vakbonden, als je kijkt naar leeftijdscategorieën en dat soort zaken en hun positie binnen dat krachtenveld, dat er wel het een en ander veranderd is in de laatste decennia. En als je kijkt naar mijn jongere collega's en ik kijk wat daar nog lid is van een vakbond of zich vertegenwoordigd voelt door een vakbond, dat nog wel wat te wensen overlaat. Dus ik denk dat dat veranderd is.
En ik denk dat die trots er zeker wel is. En dat mensen op zoek zijn naar manieren om zich gehoord te voelen en zich te laten horen. En een goed voorbeeld daarvan blijft toch, vind ik, onze eigen PO in actie. Waarbij we gezegd hebben, het salaris, daar geven leraren niet om. Daar krijg je mensen nooit hun klas voor uit. Laat staan dat ze hun kinderen in de steek zouden laten. Er stonden 70.000 mensen in het Zuiderpark te scanderen dat ze een eerlijker salaris wilden. Je krijgt die mensen, we zijn er wel en we zijn trots. Echt, we zijn trots. Het is ook het mooiste vak dat er bestaat. En dat spreek ik denk voor de gehele sector. Maar ik denk dat er ergens iets mist, iets heeft gemist, waar we ons bij konden aanhaken. Ja, en wat je ook ziet wel in de ontwikkeling is, we waren dit jaar even op de NOT, die tegenwoordig nog maar één keer per twee jaar is, op een zaterdag. En de mensen die daar heel vaak stonden zeiden, het is echt nog nooit zo rustig geweest op een zaterdag als nu. Dus je ziet dat de aandacht voor de kraaltjes en de spiegeltjes vanuit het onderwijs steeds minder wordt. En bijvoorbeeld zo'n research ad, hè, die in januari hier was, ik weet niet of het in Amsterdam was. Maar daar puilen de klaslokalen uit. Als er leraren of schoolleiders zijn die een boek geschreven hebben over onderwijspraktijk, dan is dat een steen in een vijver die binnen de kosten keren steeds groter wordt. Wij hebben echt het idee dat leraren steeds meer en steeds vaker bezig zijn om van onderuit die onderwijskwaliteit zelf in handen te nemen in plaats van het zich te laten vertellen. Dat was ook een van de voorbeelden, hè, die René ook aangaf. Van waarom zouden we dat niet zelf gaan inregelen? Ik geloof dat de allermeeste start-ups in het afgelopen jaar, die waren er in de sector onderwijs. Onderwijsadviesbureautjes. Wat hebben we allemaal van die rare namen? Luchtkastelenbouwers vaak ook. Dat ik denk van, joh, die know-how, die professionaliteit, die zit echt goed, die zit hier. Die zit in deze zaal en die zit in die klassen en in die scholen. En als we met een beroepsvereniging ervoor kunnen zorgen dat we dat bij elkaar kunnen brengen en naar elkaar toe kunnen brengen, met elkaar kunnen delen, dan hebben we al die luchtkastelenbouwers allemaal mee eten uit de ruif van het onderwijs. Hebben we niet meer zo hard nodig als dat nu gebeurt. Voordat ik naar de volgende vragen kom, even een vraag online. Is er überhaupt een beetje enthousiasme online over het idee? Ja, er is veel enthousiasme online. De zijne op groen komt erdoor. Er is veel enthousiasme over de laagdrempeligheid, over de lerarenraad. De opmerking van René over de lerarenopleidingen en de accreditatie daarvan wordt positief ontvangen. Ja, we gaan aan de slag. En dat zijn dingen die echt langskomen. Dus er is veel enthousiasme op Twitter. Er worden weinig vragen gesteld. Sommige vragen worden gesteld en die komen dan ook uit de zaal. Dus die worden dan alsnog beantwoord. Eén vraag die niet beantwoord is, die meteen in het begin al kwam, was: wordt er ook aan het OOP gedacht? Dat is, onderwijs ondersteunend personeel. Oh, is dat Arie? Ik ben niet zo uit om lachen. Neem jij dit van Arie? Nee, pak jij wat je liefst. Is dat serieus een vraag van Arie? Nee, dat denk ik niet. Heren? Weet je, die vraag krijgen we ook regelmatig. En ik vind hem nog vrij terecht ook. Maar zullen we eens eerst even, zullen we eens een keer beginnen bij de leraren? Zullen we eens dat eens even proberen? Dat was een grapje van mij. Hè? Ja, was dat van jou? Meneer Bootsma, zullen we beginnen? Vindt u het goed als we beginnen bij de leraren? Ja, oké. Okay. Ik denk dat als we eens beginnen bij de leraren. Want hoe je het ook went of keert, als je in het hele onderwijs stript van alle, niet negatief bedoeld, maar van alle franje. Dan hou je twee groepen over. En dat is de leerling en de leraar. En dat is waar onderwijs om draait. En dat moet optimaal zijn. En de rest die daar aan meewerkt, die staat wat de beroep, wat ons betreft, ook in dienst van dat te optimaliseren. Zo. Volgende vraag. Ik ben Bob. Ik ben een drop-out. Ik ben ooit vol overtuiging begonnen aan de lerarenopleiding, maar afgehaakt. Ik vind het super interessant wat hier allemaal gezegd wordt. En ik denk dat er heel veel te doen is in het onderwijs, maar ik denk dat ook, hoe gaan jullie het onderwijs weer sexy maken? Hoe ga je ervoor zorgen? Take it away, Jan. Hoe ga je ervoor zorgen dat leerlingen echt leraar willen worden? Ja, mag ik daar even? Ja,
Mag ik iets over zeggen? Ja. Want dat gaat niet vanzelf gebeuren. Maar wat we in ieder geval wel hebben gemerkt... en ja, wij hebben ook wel onze PO in actie ervaring daarin. In de zomer van 2017, PO in actie was een paar maanden bezig. Onderwijs was heel veel in het nieuws. Toen trokken de aanmeldingen voor de lerarenopleiding iets wat aan. En in de zomer van 2018 spreken ze van flinke stijgingen in de aanmeldingen op de lerarenopleidingen. Met de nood erbij... dat het nog lang niet genoeg is. Want de uitstroom is straks nog veel groter als de instroom. Maar het allergrootste aantal, de grootste stijging in de aanmeldingen... is op de lerarenopleiding op dit moment. En wij zijn er ook echt wel van overtuigd... dat de manier waarop we ons als beroepsgroep gepresenteerd hebben... in de afgelopen 2 jaar... we laten niet met ons sollen. We staan voor ons vak. Ons vak is zo fantastisch en mooi... dat het waard is om er voorop te staan. Dat wij denken dat dat bijdraagt... aan het beeld van wat jongeren of wat zijnstromers, mogelijke zijnstromers hebben... over of je daar wilt bijhoren, ja of nee. Ja, en als jij een beroepsvereniging hebt die die professionaliteit verder ontwikkelt... dat je mee kan praten over beleid, dat je daarover geïnformeerd wordt... dat heeft een aantrekkingskracht om een hele grote groep ook andere mensen voor het onderwijs. En dan praat ik wel, en dat wil ik sowieso even gezegd hebben... voornamelijk vanuit het primair onderwijs, want daar ligt mijn expertise. En daar zie je gewoon dat bijvoorbeeld nu heel veel deeltijders en mannen zich hebben aangemeld... in het afgelopen 2 jaar, dat die stroom enorm is toegenomen. En dat wil niet zeggen dat vrouwen of voltijd medewerkers dat minder hebben, maar daar hebben we er al heel veel van. We moeten dus nu die mensen hebben die al in het bedrijfsleven werken. Want we hebben iedereen nodig. En de grootste groep waar we nog in ieder geval in het primair onderwijs winst kunnen behalen... is bij die mannen. Want 15% van mijn collega's is slechts man. Ik weet niet, hoe zit dat in het VO, René? Ik heb geen idee. Ik weet hem niet uit mijn hoofd. Nee, niet zo goed als jij dat weet. Nou ja, als laatste toevoeging, want het gebrek aan instroom is een ding... Maar jij zegt, ik ben een drop-out. Er zijn ook ontzettend veel drop-outs die al een paar jaar voor de klas werken. Het lekt ook aan alle kanten. En om een beroepsgroep te zijn waar je deel van uit wil maken... heeft ook te maken met de manier waarop je die beroepseer en die beroepstrots samen draagt... en de zeggenschap over het vak wat je aan het uitoefenen bent. En als je jezelf die speelbal voelt in plaats van die speler... dan zul je eerder denken van, het zal mijn tijd wel wezen, ik ga iets anders doen... dan wanneer als je echt het gevoel hebt dat je samen het heft in handen hebt... dat je denkt van oké, ik wil me hier af van maken en ik doe mee en ik blijf... want dit is het mooiste vak van de wereld. Volgende vraag. Ja, mijn naam is Arjen van der Meij. Ik werk in het VO. Ik snap er eigenlijk geen bal van. Ik vind het... ik zeg het maar zoals het is. Ik heb het idee dat je je voorstelt om een soort praatclub te maken... want alles moet... besproken worden. En of we eruit komen, weet ik niet. Het komt misschien omdat jullie nog niet uitgekristalliseerd zijn. Hè? Dat je denkt, van dat ga ik natuurlijk als antwoord krijgen. Ik zie het al. Hij zit al te knikken. Van, hoe zou jij het willen? Zegt hij dan straks tegen mij. Maar je praat bijvoorbeeld over financiën. Hè? Ik hoor je zeggen van... Ik hoor Jan volgens mij zeggen... het ministerie van Onderwijs wil dat wel betalen. Gaan we het ministerie van Onderwijs dat laten betalen of niet? Oh, ik heb niet gezegd dat... Ja, maar over de informatie... Weet je, kijk, als je dit van de grond wil krijgen... dan zul je ergens moeten beginnen. En als je ergens wil beginnen... dan zul je ook een bepaalde mate van facilitering moeten hebben. Of dat nou een tijd is of een middelen in het begin. Er gaat per jaar, in ieder geval in de primair onderwijssector... 5 miljoen naar de beroepsvereniging van bestuurders. Dat heet de PO-raad. Gaat per jaar 5 miljoen naartoe. De GOVAC-gelden in het primair onderwijs gaan per jaar 5 miljoen naartoe. Nou, de onderwijscorporatie die staat geloof ik voor 3 à 4 miljoen... op de Rijksbegroting nog tot 2023. Dus daar ligt ook geld. Waarom zouden we als leraren ten eerste alles zelf moeten doen? En mijn ideale scenario... als je die 100.000 leden van VNVN zou kunnen bereiken... Je laat ze allemaal een tientje betalen per jaar, Arjan. Dan hoef je wat mij betreft geen enkele financiële afhankelijkheid meer te hebben. Van wie dan ook. En wat gaan we dan doen? Want we gaan praten met elkaar, of niet? Want het is het zo dat we dan gaan we elke maand de lerarenraad bij elkaar laten komen. Die gaan dan praten over onderhavige zaken die door René in de trouw zijn neergezet. Wat gaan we doen? Nee, Arjan, luister. Dus wat Je zit weer te slapen. Kijk, wat je als beroepsvereniging gaat doen... ten eerste is dat je de kwaliteit van je vak bewaakt. Dus je gaat nadenken met elkaar en vastleggen... waaraan leraren moeten voldoen om leraar te mogen worden. Waar mensen aan moeten voldoen om leraar te mogen worden.
Dat is, de toezicht, dat is een hele duidelijke taak die je dan hebt. Je gaat bijhouden wie er wel voor de klas mag staan, wie er niet voor de klas mag staan. Dat lijkt me redelijk niet met elkaar praten, maar een redelijk duidelijke rol die je hebt in het hele landschap. En daarnaast heb je een ondersteunende functie. Dat heeft niks met toezichthouden te maken, maar je gaat leraren in de school, in de relatie tot de werkgever, ga je ze ondersteunen om het vak verder te ontwikkelen. Want natuurlijk, iedereen die klaar is bij de leraaropleiding is hartstikke mooi, maar daarnaast kun je nog zoveel verder doorontwikkelen. En daar is denk ik ook een heel belangrijke rol voor een lerarenvereniging in weggelegd. En kijk, dat zou bijvoorbeeld de vorm kunnen krijgen zoals het leraarontwikkelfonds bijvoorbeeld. Dat is een heel duidelijke activiteit waar je dan mee aan de slag bent. Maar goed, het zou ook nascholing organiseren kunnen zijn of debatten organiseren. Dus het is niet alleen maar vrijblijvend praten, maar je gaat ook iets bieden waar de beroepsgroep ook echt iets aan heeft. En bij al die onderwerpen die in de afgelopen tijd lang zijn gekomen, waar je als leraar denkt van chips, hadden we maar een beroepsvereniging. Daarbij vertegenwoordig je je beroepsgroep. En daarvoor zou ik hopen, kijk als je dat Dijsselbloem rapportage nog eens terugleest, die eigenlijk zegt van goh, laat het onderwijs even met rust, dan heeft die beroepsvereniging heel weinig te doen en kunnen ze af en toe zelf wellicht iets agenderen. Maar ik heb zo'n voorgevoel dat het onderwijs maar weinig met rust gelaten zal worden, omdat het gewoon in de afgelopen jaren nooit het geval is. En dan kun je maar beter verenigd zijn, waardoor je ten eerste mensen goed je achterban goed kan informeren over datgene wat er speelt op onderwijsbeleidsniveau. Om daarna ook te kunnen zeggen van hey, dit vinden wij als beroepsgroep ervan. En dit is onze stem. Op die manier ook een vertegenwoordigende functie te kunnen zijn van die beroepsgroep. Ten aanzien van datgene wat er over je uit wordt gestort. En daarnaast is praten ook niet altijd vervelend, Arjan. Je moet soms ook gewoon echt de dialoog aangaan om tot een bepaald standpunt te komen. Dus alles wat deze heren gezegd, wil ik dat er nog even aan toevoegen. Ik ga graag met jou zo nog even verder praten. We hebben nog een minuut of 10 en ik heb nog minimaal 4 vingers gezien. Ik ga even de microfoon doorgeven om aan het einde van de rij te komen. Dan krijgen we Martin. Die is voor jou, Jan. Nee? Doet hij het. Martin Bootsma, meester lezer, je kent me wel. Dag heren. Ik zat te denken, 10 april 2017, Staatsblad. De bekwaamheidseisen voor het beroep leraar gepubliceerd. Ingangsdatum 1 augustus 2017. Daar staat toch al in heel exact omschreven wat er wordt verwacht van een leraar. Nou, dat is niet helemaal waar, nee. En als het gaat bijvoorbeeld over de verplichte professionalisering die een leraar vorm en inhoud moet geven, die ligt volgens mij voor een groot deel op het bordje binnen je eigen schoolorganisatie. Maar als het gaat om die nascholing die je verplicht moet doen, dan lijkt me daar juist de uitgelezen kans liggen voor jullie. Want dat register is natuurlijk voor een deel opgetuigd. Er zitten die prachtige cursussen in die er eigenlijk zo snel mogelijk uit moeten. Ja. Trampolinespringen voor beginners en dat soort zaken. Fluisteren, hè, was het ook. Ja. Maar als dat nou een soort open systeem wordt waarin leraren elkaar op de hoogte houden, denk aan het Schotse voorbeeld dat jullie noemden, dan heb je volgens mij iets concreets in handen, waarbij je als leraar ook aan het roer staat om na een cursus of een opleiding te kunnen zeggen, hey, dit is toegevoegde waarde voor iemand die in de traditionele hoek zit of wat meer denkt aan yoga, ego, dat soort dingen. Maar ik bedoel, ik ben het eens met Arjen. Ik hou zelf niet heel erg van praten. Er moet iets concreets gebeuren. En waar ik me het meeste zorgen maak, en ik wil dat graag van jullie weten, ja, ik praat heel lang, weet ik. Is of wat ik als grootste tekortkoming van deze beroepsgroep zie, is dat eigenlijk leraren over het algemeen heel weinig weten. Heel slecht op de hoogte zijn. Hoe gaan jullie dat adresseren? Want je kunt wel een vereniging beginnen, maar wie zegt dat je daarmee de leraren bereikt op inhoud? Ik zie ook heel goed geïnformeerd tegenwoordig. Ja, ik wil eigenlijk wel antwoord geven op alle 3 je vragen. Het eerste dat je noemt over de beroepsstandaarden die er zijn, en het is, ik weet dat je goed ingelezen bent, maar dat geldt niet voor iedereen in onze beroepsgroep. En dat beantwoordt meteen je laatste vraag, waarom weten wij dat niet? En waarom weten we dat als beroepsgroep niet? Er is dus een soort informatiegat tussen wat er gebeurt en wat de leerkracht weet. Over het lerarenregister denk ik dat je een heel goed punt hebt. Ik zou dat ook veel liever zien als een inspraakorgaan dan een verantwoordingsorgaan. Om te zeggen, maar wat heb je dan
wat voor een cursus heb je gedaan om dat te bewijzen dat je een goede leerkracht bent? Ik zou het veel eerder vanaf de andere kant in gaan vliegen. Wil je inspraak hebben, dan meld je aan bij het lerarenregister. Dan lees je je goed in en dan mag je pas een oordeel geven. Zo zorg je ook voor professionalisering. Ik ben ook heel erg voor het reviews geven over cursussen. En dan het liefst cursussen en opleidingen die door onszelf eerst maar eens even gegeven gaan worden. Echt dingen waar je wat aan hebt, zodat we dat kunnen teruglezen. Dus daar ben ik het helemaal met je eens. Maar ik wil nogmaals benadrukken, het gaat hier niet om wat ik vind. Dit soort gesprekken moeten we aangaan. Ik denk dat veel mensen het hiermee eens zullen zijn als we het erbij gaan neerleggen. Ja, en dan nog heel even op. Je zegt van leraren zijn over het algemeen slecht geïnformeerd. Dat vind ik hun eigen verantwoordelijkheid. Ja, vind ik ook. Vind ik ook zeker weten. En dat is ook zeker waar. Wat wij wel merken, vanuit de ervaring met PO in actie, met 45.000 leraren op zo'n platform, is dat de informatieverstrekking, als je daar enige focus in aanbrengt, dat enorm veel toegevoegde waarde kan hebben. En dat zou je dus als beroepsvereniging, op het moment dat een bepaald onderwerp speelt en je gaat via die beroepsvereniging je aangesloten leden op dat onderwerp informeren en na het informeren ook betrekken door middel van polls of peilingen of inspraakrondes of debatavonden of wat dan ook, dat ik denk dat daar nog een wereld te winnen valt. Dat hadden ook vakbondsorganisaties kunnen doen in de afgelopen decennia. Hebben ze te weinig gedaan, maar aan de andere kant gebeurt het ook wel af en toe. En dan zie ik een fotootje voorbij komen van een debatavond met een fantastische spreker. En daar zitten dan twee of drie leraren bij wijze van spreken. En wij denken dat door het gebruik van sociale media, van digitale media, dat we daar nog wel een zwengel aan kunnen geven, à la PO in actie. Nog 1, 2, 3, 4. 4 vragen nog. Vooruit dan. Ja, het laatste wat je zegt, ik ben Nicole, ik geef wiskunde in Beeldhoven. En het laatste wat je zegt is ook PO in actie. En ik denk zelf dat een van de echte kracht van PO in actie is geweest, dat je zo gefocust hebt op één punt en daarin heel veel leraren gevonden hebt. En omdat dit idee zo sectorbreed is, wat ik echt heel goed vind en ook nodig vindt, denk ik dat die focus wel heel moeilijk te zoeken is. En zeker ook als je kijkt naar wat in de afgelopen maanden allemaal aan onderwerpen voorbij zijn gekomen, waar de politiek altijd maar een beetje, omheen lult. Hoe zien jullie focus? Want dat is wel iets wat je nodig hebt om echt ook in het politieke veld iets voor elkaar te gaan krijgen. Ik denk dat ook bij die voorwaarden hoort die Jan stelde. We moeten eerst draagvlak hebben. Dat is nu de focus. Ik ben het wel met je eens. Het is een vrij grote opdracht. En dat is misschien ook wel de reden waarom het matig succesvol is geweest tot nu toe. De focus die we nu aanbrengen is, als we het nu niet gaan doen, dan gaat het volgens ons niet meer gebeuren. Of door anderen van wie we eigenlijk niet willen dat het gaan gebeuren. Dus we willen nu eerst, willen we met z'n allen dit gaan doen? En de beren op de weg zien wij ook echt wel. Maar die focus behouden betekent ook dat je daar doorheen moet gaan. En stap voor stap moet gaan denken. En de eerste stap is voor 1 juni 2019 die 10.000 steunbetuigingen van we gaan het doen op lerarencollectief.nl. En in die tijd ook goed met elkaar nadenken over hoe we dit soort problemen gaan oplossen. Maar eerst maar eens uitspreken, we gaan het doen en we gaan ons verenigen. En ik denk dat het voor mij in ieder geval zo in elkaar zit, als dat gelukt is, gaan we weer een stap verder. Eens? Ja, eens, ja. Heel goed gezegd. Heer uit Roosendaal. Mijn naam is Kees Boer. Ik ben al jaren schoolleider. En mijn vraag is, ik probeer mijn rol te pakken als... wij treden op als collectief met het team. Dat is ook de rol die ik zelf inneem. En hebben jullie bepaalde beelden of wat een ideale rol voor een schoolleider zou zijn? Je kunt verschillende rollen aannemen. Van erboven staan of meewerken. Wij trainen als collectief altijd naar buiten. En ook samen op. Ja, hebben jullie al beelden bij wat de rol van een schoolleider in deze kan zijn? Dat lijkt me nou typisch een vraag voor een schoolleidersvereniging, hè? Om daar een antwoord op te geven. Misschien moet ook een eigen vereniging op een rekening. Ja, nee. Maar ik kijk. Ja. Ik heb daar niet zo'n. Ik denk dat ik daar helemaal niet inhoudelijk antwoord op ga geven. Kijk, het punt is juist dat op het moment dat je de kwaliteit van onderwijs wil verbeteren, en dat willen we vaak doen, is het altijd een samenspel tussen schoolleider en leraren.
En ik denk dat waar we naar op zoek zijn... aan de ene kant heb je dan de toezichtshoudende functie van een lerarenvereniging. Maar aan de andere kant is dat je je heel erg bezighoudt met ontwikkelingsstandaarden. Dat is waar lerarenorganisaties zich vaak ook mee bezighouden. En dat gaat heel erg over de vraag van ja, wat is er nou voor nodig in een school als je je wil ontwikkelen? Niet alleen aan wat voor soort nascholing heb je dan nodig, maar ook over wat de rol van een schoolleider in zo'n traject zou moeten zijn. En dat kun je... Kijk, in verschillende situaties zal dat anders zijn. Maar ik denk wel dat een lerarenorganisatie zich bezig moet houden met het verzamelen van kennis en het verspreiden van kennis over dat soort zaken. Dat is ook wel goed informatie door te geven en te verstrekken. Uh-huh. En dat is inderdaad bij een hoop leraren een hiaat. Dat ze te weinig zijn geïnformeerd of soms, nou ik durf vast te zeggen, vaak te weinig lezen of zichzelf inlezen. Daar ligt een belangrijke rol. Hier is een vraag. Ik ben Charlotte Goumi en ik heb heel goed nieuws voor jullie. Ik zag dat Rinoy Kan in de zaal was, klopt dat? Nee? Want die had kunnen bevestigen dat hij op die avond met Elmer in Utrecht... heeft bevestigd dat er bakken vol geld voor jullie klaar liggen. Hij heeft toen gezegd, de leraren die opstaan om de beroepsgroep te verenigen... die kunnen rekenen op een hele goede... financiering. En dat geld ligt er al. Ja, dan gaan we morgen beginnen dan toch. Dus, maar dat geld dat ligt er wel. Maar kijk, en daar maak ik me eerlijk gezegd ook niet per se heel erg voor zorgen. Net hadden we het ook over facilitering. Ook op Martin, die ging heel even in op het register. Kijk, ook op dat gebied, op facilitering, er is al een heleboel ontwikkeld. En in de stijgers gezet. Wat volgens mij heel erg zonde is om allemaal weg te mieteren. En waar nog best wel gebruik van gemaakt kan worden. Maar het zou het allermooiste zijn... al is dat volgens mij bijvoorbeeld bij de besturenvertegenwoordiging niet eens een streven. Die zijn wel afhankelijk van de subsidierelatie van OCW. Maar het zou het allermooiste zijn als je zo'n sterke beroepsvereniging kan opbouwen... dat je onafhankelijk bent van welke subsidierelatie dan ook. Omdat een subsidierelatie altijd iets met zich meebrengt van een schijn van belangenverstrengeling. Terwijl dat wellicht helemaal niet het geval is. Het zou wel tof zijn trouwens als je de benzinekosten voor Jan een keer zou over. Als het klaar ligt, die jongen komt uit Limburg. Ja. Dat zou wel netjes zijn. Dat gaan we morgen even claimen. Tommy Derksen, docent MBO. Ik juich elk initiatief toe. Wat de beroepsgroep gaat versterken. Dus wat dat betreft mijn volle steun. Mijn vraag is wel aan Jan en René. Want jullie hebben na de presentatie van Jelmer... of van de heer Reno Kan... hebben jullie een artikel erover geschreven. Een column erover geschreven. Waarin jullie de nieuwe beroepsgroep tijd moeten willen geven... om te gaan ontstaan. En dan hebben jullie het over een tijdsbestek van een 15 à 20 jaar. En ik hoor Jan net zeggen van we beginnen morgen... naar de reactie van Charlotte. Maar jullie zetten nu een datum van 1 januari 2020. Wat is daarin veranderd? Nee, als je iets volwaardigs wil neerzetten, dan zijn we over 15 jaar zijn we daar ongeveer. Maar als je niet begint, dan kom je daar niet. Kijk, Thijs schetste net ook al dat je stap voor stap moet denken. En de eerste stap is eerst eens kijken of mensen überhaupt dit idee steun betuigen. En als je dat hebt, dan kun je daarna weer verder denken. Maar ik denk, als je al nadenkt over... nou, een beroepsvereniging zou eigenlijk een toezichthoudende functie moeten hebben... en ontwikkelingsstandaarden, je zou opleidingen moeten accrediteren. Ja, dat zijn allemaal ontwikkelingen waar je denk ik heel lang mee bezig bent... als je dat echt goed wil gaan neerzetten. Precies. Hebben jullie dan wel een thema in gedachten... wat dan eigenlijk die eerste stappen moeten zijn voor jullie? Ja, die eerste stap op dit moment is gewoon heel duidelijk... krijgen we samen de focus op dat we baas willen zijn van ons eigen vak? Dat is gewoon op dit moment vraag 1. Hebben we die focus samen? Kunnen we die focus met elkaar opbrengen? Dan is focus 2, dan gaan we met die informateurs aan de slag... om het geraamte neer te zetten om vanaf 1 januari 2020 aan de slag te gaan. En ik weet niet, hoe lang ben je al leraar, Tommy? Docent? Bevoegd of onbevoegd? Hoe lang sta je al voor de klas? Sorry, dat heb ik niet kunnen verstaan. Hoe lang sta je voor de klas? Ik denk nou 10, 12 jaar. Ben je op dit moment een betere docent dan dat je dat 12 jaar geleden was? Ja, ik leer elke dag bij. Ja, en ik denk dat een beroepsvereniging... we moeten ergens starten. Maar een beroepsvereniging om tot volle volwassenheid te komen... of hoe je dat ook wilt noemen... daarvoor heb je echt wel tijd nodig... En daarvoor moeten we ook de tijd gegund krijgen. En dat is hetgeen waar we op doelden in die open brief.
We zijn door de tijd heen, helaas, want er valt volgens mij nog heel veel na te praten, maar dat kan eventueel ook aan de bar voor degene die niet direct een trein hoeven te halen. Mag ik allereerst onze gidsen van vanavond hartelijk bedanken voor jullie bijdrage, Jan, Thijs en René. Ik vind het echt super tof dat jullie het initiatief nemen en het doen, want er is gewoon wel een belangrijke stap te zetten. Er is momentum, er is timing en volgens mij zijn er niet heel veel mensen beter geëquipeerd dan jullie om dit daadwerkelijk te gaan doen. Mag ik jullie ontzettend bedanken voor jullie aanwezigheid, ook voor de mensen thuis. En vergeet bijna de Kahoot die al een tijdje open staat. Sorry daarvoor. Je kan nog wel even inloggen snel. Ja, misschien voor de mensen thuis die even uitgelogd waren. Kijk, het loopt nu ook weer ietsje op. Is iedereen hier ingelogd? Oké. We gaan beginnen als er 10.000 mensen ingelogd zijn. Zijn jullie al ingelogd of doen jullie mee? Ik en nou, ja. Is Alexander Rino het kan nog ingelogd? Nou, welkom Kimon. Nee. Ja. Aantal bekende namen. Kunnen we nog één vraag tussendoor doen, Rick? Dat mensen kunnen inloggen maximaal 2 minuten of is dat een... Is er nog één hele prangende vraag terwijl mensen inloggen? Van Twitter? Of ZZP'ers ook welkom waren. ZZP'ers mitsbevoegd. Kunnen we er mogelijk kort over zijn? Ik heb daar helemaal geen verstand van. Iedereen is welkom. Als je leraar bent, ben je welkom. Het is georganiseerd en ongeorganiseerd. Dan nog één vraag. Ja, hoe gaat jullie club zich verhouden tot kwesties als de onderwijsassistent die op non-actief is gezet? Omdat hij vermeend de profeet heeft beledigd. Oh. En dat lijkt me iets te veel in detail voor nu, eerlijk gezegd. Dus... Ja, dat klopt. Maar die ethische code die moeten we samen gaan opstellen. En wij kunnen daar nu een antwoord op geven. Maar het is veel beter om met elkaar die ethische code op te stellen. En vanuit die ethische code dan een antwoord geven op dit soort zaken. Een hele terechte vraag, maar inderdaad het antwoord. Dat gegeven is door Jan, klopt volgens mij helemaal. Zullen we op start gaan drukken? Nou, daar gaan we. Dat zijn er toch twee. Nee, één is genoeg. Eén vraag. Het gaat alleen om vraag 1, hè, geloof ik. Oké. Nou, dit snapt iedereen. Ik ken dat deuntje uit mijn hoofd. Nou... Nou, daar gaan we. Nou. Jongens, lijkt me een... Ja, nee, next behoorlijk mandaat toch op deze 52... wat zijn het? Ja. 53 stemmen? Nee, als dit het mandaat is wat we in de hele beroepsgroep zouden kunnen krijgen... dan gaan we ervoor. En sowieso dat we binnen 3 weken van aankondiging dat we dit gingen doen... een uitverkochte zaal hebben hier in de Bali... en dat jij meteen mee wilde werken, Rick... om dit mede mogelijk te maken. Dat is al in ieder geval een teken aan de wand... dat het wel leeft in de beroepsgroep. En dat is één van die seinen wat ons betreft die op groen staan. Dit is een volgende. En laten we opgaan naar het volgende sein. Nog 1 keer de website. www.lerarencollectief.nl mede mogelijk gemaakt door een leraar trouwens... die ook in de zaal zit, die het altijd in vrije tijd doet... en die jongen wordt nooit bedankt. Waar zit hij daar? Eddie Erkelens, fantastisch hoor. Jongens, nogmaals bedankt. U bedankt voor uw aanwezigheid en heel erg wel thuis. Vraag 2 wordt overgeslagen. Was minder relevant. Dat is ruim 90%, toch? Wiskunde leraar. Volgens mij is het nog geen 90%. Ruim 90%, of niet? Volgens mij is het nog 85%.